Mijn naam is Bert André. Ik ben geboren en getogen Edenaar. En woon al heel lang in Ede-Zuid, 54 jaar. Dus ik ken de omgeving waar ik mijn werk doe. Ik heb 45 jaar een fotostudio daar en werk daar nog steeds in. Dus ik ken ook veel mensen in Ede-Zuid. En naar aanleiding van een bijeenkomst van de winkeliersvereniging van ons, het EOZ, ging ik een avond daar naartoe. Ik wil vertellen hoe ik eigenlijk, zonder het te weten dat er iets met mij gebeurde, ging aan het eind van de avond. En zo'n receptie is leuk. Ik kom daar binnen en ik zie een dame staan in de hoek die ik niet kende. Ik was vicevoorzitter van de vereniging. En een vicevoorzitter is een voorzitter die niet vies is om contacten te maken. Dus ik stap naar de dame toe in kwestie. Een hele mooie dame in de kracht des levens. En ik zeg, wat doe jij hier en wie ben jij? En ze vertelde dat ze Petra Ruta was en bij Opella werkte. En met Opella ook lid van onze vereniging was geworden. Nou, prachtig. En we raken aan de praat en toen zegt ze tegen me, ja, ik wil graag een iets organiseren voor ouderen, een koffiemorgen. En ik kan er toch niemand voor krijgen? Nou, ik dacht, misschien kan ik dat wel doen, want ik heb een mooie carrière gehad en nog, ik mag wel eens wat terug doen. En zo zeg ik, nou, ik wil erover nadenken, want als je het doet, dan moet je het ook goed doen. Dat heb ik gedaan en de volgende dag heb ik gebeld dat ik dat zou doen. En toen is de club gestart. Ik zal u vertellen hoe ik dat als leek heb gedaan. Ik heb eerst mezelf voorgesteld met foto's erbij van wie ik was. Dus dat de mensen wisten waar ik vandaan kwam, wat ik deed. Dat heb ik aan iedere deelnemer gevraagd die daar aanwezig was. Het waren toen een stuk of 12 mensen. Dus iedere week vertelden mensen hun levensverhaal. En zo leerde de groep elkaar beter kennen. En het is dus ontzettend mooi om te zien, die groep die draait inmiddels 2 jaar... hoe er een vertrouwensband is opgebouwd tussen die mensen en mij. Alle onderwerpen komen op tafel. Het maakt niet uit wat het is. Ieder heeft zijn verhaal. Het komt ook voor dat iemand heel stil zit te kijken. En dan vraag ik, joh, wat is er aan de hand? Ja, ik heb morgen een onderzoek in het ziekenhuis. Ik weet niet hoe het afloopt. De mensen die bij mij aan tafel zitten, hebben in dit soort zaken veel meer ervaring als ik. Want ik ben gezond. En dan wordt het ter tafel gebracht en men communiceert erover. En de man in kwestie gaat met een ander gezicht weg naar de dokter als dat hij bij ons binnenkwam. Dat zijn natuurlijk ontzettend mooie dingen. En het vertrouwen, als je dat hebt en vooral als je het een paar jaar doet en men kent elkaar, iedereen kan alles aan elkaar kwijt. Hoe hou je zo'n club draaiend? Dat is een ander verhaal. Basis is dus de groep aan tafel. Maar je gaat ook wat organiseren, je gaat wat activiteiten doen. Ik vraag gastsprekers. Mijn netwerk is vrij groot natuurlijk, omdat ik hier al zo lang woon. Bijvoorbeeld Jos van Manen-Pieters, een schrijfster die in hun tijd de meest gelezen schrijfster was in de jaren 70-80. Is bij ons geweest. Ik kende een jongen, dat was de eerste instructeur in Afghanistan om die mensen daar op te leiden als politieagent. Heb ik gevraagd, komt er iemand anders van mijn club, die haar zoon heeft in Libanon gezeten. En zo krijg je interacties. Een illustrator van kinderboeken. Een salsa-danseres uit Suriname bijvoorbeeld. Die haar geschiedenis vertelt, hoe zij daar opgegroeid is, heel anders dan bij ons. En hoe zij hier opgevangen is en wat ze doet. Kwam kleurrijk binnen. Dat zijn zo dingen die we doen. Is het mooi weer? Dan pakken we de auto's of we bestellen een busje. En we gaan naar de Mossel, midden in het bos. Daar voelt iedereen zich heerlijk, iets wind in het haar en we drinken koffie met gebak. Het Arboretum in Wageningen, daarna Panoramahoeve, het Kijk- en Luistermuseum, de Vlindertuin in Haarskamp. Allemaal dingen die je kunt organiseren om mensen bezig te houden en om zo'n groep lopend te houden. Krullenmullen gaan we naartoe. En als ik naar Krullenmullen met ze ga, dan ga ik eerst 2 keer met ze over de geschiedenis van Krullenmullen praten. Ik lees het boek van Helene. Heb ik gelezen.
Dus ik kan precies vertellen hoe het allemaal ontstaan is. En dan gaan ze er anders naartoe als dat ze gewoon naar Krullenmullen gaan. Afijn, dit zijn dingen die een club interessant maken voor de mensen om er steeds te komen. Het vertrouwen wat er is. En zo kan het dus doorgaan. Dank u wel.